grootste valkuil bij een paard wat weinig energie heeft of niet graag wil lopen, is dat je continu opnieuw met een hulp gaat komen. En dat daardoor het paard eigenlijk afstompt en helemaal niet meer reageert. Nou, ik kon bij Diederik heel mooi zien. Die gaat op een gegeven moment met zijn been een beetje zitten duwen en duwen. En je ziet het paard eigenlijk eerder trager worden dan sneller. Dit was eigenlijk om even te laten zien dat een been wat te veel werkt, dat afstompend werkt. Hè? Dat juist ten nadele werkt in plaats van dat je er wat aan hebt. Die beenhulp die dan blijft komen. En dan denk je van ja, maar ik geef steeds been en elke keer krijg ik geen reactie. Nee, maar uiteindelijk moet je het omdraaien. Je moet dat paard zo secuur leren dat als er een been komt dat hij echt moet reageren. En hem verder ook met rust laten, dat hij ook gaat snappen wat het inhoudt. En de meeste paarden waar mensen continu maar met een been blijven komen, die hebben totaal geen benul van wanneer moet ik nu wel of wanneer moet ik nu niet reageren.